Tom Anders, van de programmaraad van de Eendracht. Koskooier in het verleden, Stemp, volop met muziek bezig. Ja. Maestro. Ja, Maestro wordt een heel mooi samenwerkingsverband tussen Harmonie Excelsior en Theater Cultuurhuis inmiddels, de Eendracht. Wij gaan samen op 21 november een Maestro organiseren waarin 6 mensen uit Geemert-Bakel voor de leeuwen worden gegooid. Die gaan het orkest dirigeren, maar we gaan ze niet helemaal voor de leeuwen gooien, want we gaan ze deskundig begeleiden met 6 hele goede coaches. Ze worden straks beoordeeld door een driekoppige jury. En dan gaan we uitmaken wie de maestro van Geemert-Bakel gaat worden. Wanneer gaat het allemaal gebeuren? Nou, vandaag hebben we de maestro's voorgesteld aan het orkest, maar we gaan 11 september hebben we de officiële aftrap. Dan komen de presentatoren, de coaches, de jury en nog een keer de maestro's. En dan gaan we zoals gebruikelijk een grote maestro-taart aansnijden. En dan klinken we op de voorbereiding en dan gaan we verder. Dan gaan we zorgen dat het een mooie avond wordt. 21 november, dat is het zover. Het is 1 avond, hè? Het is 1 avond. Het wordt ook een avond die we dus maestro in het theater, maar wel in nauwe samenwerking met Omroep Centraal. Want het moet ook visueel qua tv heel goed verbeeld gaan worden. En dan is het in 1 avond, voor de pauze 6 maestro's. En dan, die worden dan beoordeeld. Ik ben Peter van Vleuten, ik ben eigenaar van Café Geinik. Mijn ervaring met muziek, ik heb vroeger blokfluit gespeeld, ik heb keyboard gespeeld, ik heb drumstel gespeeld. Niet als een ervarende, maar ik heb wel er heel veel van genoten en dat hoop ik nou weer te gaan doen. Nou, ik ben Anke van Ekstel, ik ben wethouder in de gemeente Geemert-Bakel. Mijn ervaring met muziek is dat ik heb 2 jaar blokfluit gespeeld. Daarna heb ik volgens mij 10 jaar piano gespeeld en heb ik al mijn 6 graden behaald binnen de muziekschool. En daarna heb ik nog enkele jaren het dameskoor van de Sint-Jan begeleid op het orgel. Dus dat is mijn ervaring met muziek. Maar ik heb nog nooit gedirigeerd, dus dat is wel een enorme uitdaging. Ik ben Astrid van de Ven, ik ben huisarts in het gasthuis hier in Geemert. Mijn ervaring met muziek is niet zo heel erg groot. Ik heb vroeger piano gespeeld en ik heb in een koor gezongen. Maar ik word wel de hele dag verblijd bij mij thuis met een heleboel muziek. Ik heb helemaal geen ervaring met dirigeren, maar ik vind het een vreselijk leuke uitdaging. Ik begin al? Ja. Ik ben Robert Snel, ik ben leerkracht op de Samenstroom in Geemert. Mijn ervaring met muziek is, ik heb best wat ervaring. Ik heb vroeger, is het begonnen dat ik in een kinderkoor heb gezongen. Toen heb ik in een jongerenkoor gezongen. Ik speel piano, gitaar en ik heb in 2 bandjes gezeten waar ik toetsenist was en ook nog wel eens heb gezongen. Even kijken, ja, ik luister veel muziek, maar ik denk dat het dat ongeveer is. Ik ben Koen Verschijndel en ik ben personal trainer en ik werk bij de gemeente Geemert-Bakel in de sporthal, ex-prins der drumknabbers. En mijn ervaring met muziek is dat ik geef ook spinninglessen, daar moet je ook het ritme bepalen van de cursisten, dus het is handig als je dan ook een beetje de maat kunt houden. En daardoor hou ik natuurlijk ook heel veel van muziek en het lijkt me ook heel leuk om een orkest als het A-orkest van Harmonie Excelsior een keertje te dirigeren. Hallo, ik ben Lidwien Sterke, postbezorger in Geemert. Ervaring met muziek of pianoles gehad, heel veel jaren van Jacqueline, maar nooit heel veel van kunnen brouwen, was niet mijn ding. Toen ben ik gevraagd bij Orkest Nooit Gedacht, daar hoef ik alleen maar aan te wijzen. En kinderen doen dan precies wat ik wil. Misschien het orkest ook gaat doen wat ik wil tegen die tijd. Kaarten zijn verkrijgbaar naar de website van de Eendracht. En dat is www.eendracht-gemert.nl. En je kunt tussen 9 en 12 ook naar de Eendracht toe om ze daar te kopen.